Nou, we staan hier op de Graafse weg in Nijmegen. Rond 6 uur reed er een auto stad uitwaarts. Die is dan in de manoeuvre. Heeft hij bij het terugsturen een stuurfout gemaakt. Is tegen een lantaarnpaal aangebotst. En vervolgens op zijn kop in de struiken daar achter ons terechtgekomen. Nou, de bestuurder, dat is een man van 26 uit Groesbeek. Die is licht gewond geraakt. Die is ter controle, is hij meegenomen naar het ziekenhuis.